Oké. Welkom, lieve mensen, kijkers, supporters, gegadigden. We hebben een hele mooie wedstrijd op het programma, man. Het is een PlayStation, voor de mensen die het niet weten. Het is niet mijn console. 85 rated, geen Ultimate Team. Maar we hebben wel een hele mooie tegenstander, dat is Hans Atenboer. En dat is natuurlijk wel lachen. Even reageren. Yo, Pien, Renze, Flores, Zwart, Deffe, welkom. Ja, wat een mooi pot, man. Tegen Hans Atenboer. Ik weet niet of hij het gaat waarderen als PlayStation-account in beeld komt, maar... Daar is dat nu eventjes niet zo aan te doen. Ik zal het wel even aan hem vragen voor de zekerheid. Hey jongens, kijk eens, like. Ja. Stefania, wat zeg je daar ook alweer? Buongiorno? No, that is. Good evening, what is it? Buonasera, dat is het. Wow, heel interessant. En now we just wait. Give Hans the time to prepare. I wish it was Ultimate Team, but it's 85 rated for the Italian people watching the stream. It's 85 rated, jongens. Dus, we spelen gewoon met Vitesse. Ja, we hebben niet zo heel veel jongens uit 5 Star Weekfood. Dat is wel jammer. We hebben alleen Musonda. Die kan wel heel belangrijk gaan worden. Maar ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd of Hans een beetje kan gamen, jongens. Hans Atenboer. Wie kent hem niet? Beest bij Atalanta. International. Ah, die muziek is wel echt dying, man. Hoe gaat het? Gaat goed, man, met mij, Bart. Met jou? Zou ik misschien mod kunnen worden? Mods geef ik altijd weg, man. En aan mensen die ik gewoon goed ken. Dus als wij bijvoorbeeld... even kijken. Ik weet niet of mijn subscriber-account het weer eens een keertje gaat doen. Oh, ja. 4030. Nou, stel wij hitten 4.1k deze stream. Ik zeg wel heel wat raars. Dan wil ik wel een mod giveaway doen. Maar anders dan... een beetje lastig.
hebben al best wel veel mods. Maar ja, sowieso, voor de mensen die nieuw zijn, die mij nog niet volgen ofzo, ik zou het heel erg waarderen als je subscribt, als je even een duimpje omhoog doet op de stream. Maar ook als je eventjes volgt op Instagram, staat hier onder, @RensOmroosSing. Ja mensen, het is zover. We gaan beginnen over pakken bij 10 minuutjes tegen Hans Hateboer van Atalanta. Het wordt een mooie pot. Kom even gezellig kijken dan beesten. Invite me maar. Oké, okay, Hans is al ready dus. Jongens, geniet de stream, even te liken, beesten, 41 kijkers, 13 likes, kan niet hè. Wow, die correctie, dat was niet best. Ik hoop niet dat Hansie op zijn wifi zit. Heel veel mensen kijken, maar ze gunnen dat duimpje niet. Heel interessant. Heel interessant. We zijn nu even aan het wachten, want er is al gevraagd om exact 9 uur te starten. Ik weet niet waar dat precies mee te maken heeft, maar vandaar dat we nu even aan het wachten zijn. 5 minuutjes. Zometeen wel vast even de opstellingen en zo doen.
Normaal gesproken zou ik nu wel eventjes mijn ultimate team in de tussentijd even laten zien ofzo, maar mijn PlayStation team die is er niet. Thanks, Rens. Thanks. Oh ja, die verbinding die de hele tijd nu naar één bar en zo gaat, dat vind ik niet zo best wat eruit zien. Ik ga het even verder vragen. De hele tijd die één bar, dat is heel gevaarlijk, hè? Dat is heel erg gevaarlijk. Thanks, Jonathan. Dus wie speelt voor Heracles? Dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat het gewoon Brian Essing is. Ik kan dat wel eventjes bekijken. In de tussentijd. Participants, eventjes kijken. Waar staat hij? Ik zie geen Heracles, man. Lijkt erop alsof Heracles zich niet heeft ingeschreven op de website waar het moest. We moesten zeg maar naar een soort website toe nog om in te schrijven, maar weet het niet. Hup Hans, speel je met FUT Team? Nee man, het is met 85 rated. Wat is dit voor toernooi? Dit is een toernooi opgezet door de Engelse voetbalclub Leyton Orient. Dat is een beetje een social media initiatief, denk ik. Om wat aandacht te creëren voor... vergeet het helemaal, bijna. Het is bedoeld omdat alle Engelse voetbalclubs nu in de League One en daaronder... Amateurverenigingen in Nederland bijvoorbeeld, die gaan best zware tijden tegemoet nu. Sponsorships worden best wel stilgelegd. En eigenlijk het doel van dit toernooitje is ook om te doneren. Ik heb geen link gekregen, zover ik weet, maar... Ultimate Quarantine Cup in ieder geval, zoals wat er in de titel staat. Als je dat opzoekt, dan zie je wel waarna dat kan. Maar spelen met eigen team. Spelen echt met Vitesse. En hij speelt dus echt met Atalanta. En dan alle spelers zijn 85 rated. Dus ze hebben allemaal geen skill moves. Maximaal 3. En Hans speelt op wifi. Dus dat is heel interessant. Kunnen die alvast in ieder geval de opstelling doen. Ik speel wel in dit toernooi. Dat is wel makkelijker. Hij probeert me gek te maken nu al. Interessant. Heel interessant. Zijn de volgende rondes ook vanavond? Nee, het is één wedstrijd. Letterlijk ook één wedstrijd. Als we gelijk spelen, moeten we hem opnieuw spelen.
Maar ja, sowieso, het is natuurlijk gewoon... Ja. Heel, heel apart, heel grappig om nu tegen Hans, zeg maar, natuurlijk gewoon international van Oranje. En ja, doet het supergoed bij Atalanta. Ze zijn natuurlijk in de Champions League on fire. Hopelijk kunnen ze dat nog afmaken. Het zou wel zuur zijn voor die club als ze dat, ja, als ze niet deze vorm die ze nu hebben meer... echt alles eruit kunnen halen, maar het ziet er natuurlijk naar uit dat het niet gaat gebeuren. Dus hopelijk kunnen ze dat uiteindelijk wel. Maar het is natuurlijk super leuk om gewoon tegen Hans te spelen. En het schijnt dat we mogen beginnen, dus dan gaan we dat maar doen. Zo, het lijkt heel erg, man. Jack it up. Verbinding is niet best, Hans. Richetli, broer. Goeie goal, man. Klasse. Hans, je bent zichzelf aan het verdedigen. Dat moet toch mooi zijn, als je dat kan. Oeh.
Oh ja, dat was de centrale verdediger. Ik denk, ik ga even finessen. Groen getuind. What the hell. Hayek. Helaas. Geen doelpunt voor Hayek. Wow. Huh? Hij deed een Ronaldo-chop? Ze hebben toch geen skills? Wow, het lijkt heel erg, man. Ik weet gewoon niet wat ik echt moet. Zo, ja. Ik denk, ik ga even finessen. Poeh. Oh, yo. Hij komt er weer weg. Oké. Wow. Hansi. Rustig aan, joh. Zoveel tijd. Trackbacks, oké. Okay. Hij tackelt me, man. Hij tackelt me van achter. Wat een beest, jongens. Het is nog best wel een lastige pot door die connectie, man. Ik kan niet echt, zeg maar, in één keer wat doen of zo. Dat komt een beetje door dat Hansi op wifi speelt. Hansi! En het ook in Italië is, maar. We staan gelukkig voor de doelpunt van Richetli. En we gaan natuurlijk voor de e-sport. De laatste aanval. We gaan nu voor de laatste aanval. Oké, dat was een hele interessante bal. Heel erg interessant. Matas, beest. Matas is nu heel snel, jongens. Richetli! Richetli met zijn tweede, jongens. Beest. Bazoer. En hij scoorde toch nog uit de laatste aanval. Is Hans hard? Hans is een beest, jongens. Hans is een beest. Maar ja. Om Hans even gewoon een shout-out te geven. Ik sprak hem net. Zij dachten dat het heel erg een toernooi gebaseerd was op dat professionele voetballers tegen elkaar zouden spelen. En ze hadden er niet op gerekend dat e-sporters mee zouden doen. En Hans is natuurlijk geen e-sporter. Hans is professioneel voetballer. Het is gewoon een ongelooflijk goede voetballer ook. Die het heel goed doet met Atalanta. Dus houd wel gewoon even respectvol naar Hans toe. Heeft druk aan. We moeten nu gewoon rustig blijven. Want die druk is heel gevaarlijk. Helemaal 85 meter. Je kan niet draaien. Zo slecht, jongen. Maar ja, ik durf gewoon niet te spelen zoals ik normaal speel.
om te spelen, zeg maar, dat tiki-taka, dat lukt gewoon niet. Twee, één was niet best geweest, man, nu. Remco, tuurlijk. Goh, joh, dan moet ik even op adem komen, hoor. Ik kon daar eventjes niet, niet switchen, man. Hans, die begon heel grappig langzaam te tikken. Maar je ziet ook altijd wel dat die voetballers, zeg maar, gewoon die echte profvoetballers, als zij FIFA spelen, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld vorige... Moet ik niet te veel gaan lullen nu. Okay. Ilicic, hè? Die heeft een heel goud linkerbeen. Oh joh, hij schoot wel door mijn benen, man. Wat een redding. Remco, beest. Sorry. Oké, okay, korte corner. Zeg maar niet. Ik had net nog tegen Dennis Verhoeven van VVV gespeeld en toen gingen echt 3 of 4 finesse schoten er gewoon in. En nu werkt het gewoon niet. Even wissels, man. We moeten even verse spelers hebben, want het lijkt wel dat we deze win hebben, maar weet maar nooit, hè. Heel mooi slotoffensief kan hij nog gooien, hè, Hansie. Pasveer is echt een meme, wow. Huh, Ralf? Wat zeg jij nou? Is Maldini goed van de swaps? Jazeker. Alleen, dan kan je geen dan kan je niet die pack doen, hè? En het is wel, die pack is, ja, als je geluk hebt natuurlijk heel interessant. Jongens, ik zou het ook heel erg waarderen als jullie nieuw zijn om even een duimpje omhoog te doen, te abonneren. Doe het voor Hans, weet je wel. Abonneren voor Hans. En ik zou het ook heel erg waarderen als je mij volgt op Instagram. Staat hieronder, @RensomRousing. Check ook mijn partners, Comeback, Vitesse. Ja, man. En natuurlijk ook stikke shout-out naar Ultimate Quarantine, naar Leighton Orient, die dit hebben opgezet. Dat is natuurlijk een leuk initiatief, maar het is ook met een doel. En dat doel is om niet de voetbalclubs, de amateurclubs in de steek te laten in deze lastige tijden. Want ook zij kampen met problemen, zowel financieel. En ja, daar is een donation link voor. Maar dan moeten jullie even op Ultimate Quarantine kijken.
Die derde willen niet in, man. Kom op. Kom eens, wat heb je in huis dan? Oh. Wat bedoelde ik niet? Oké, interessant balletje. Nu komt dat lijpe druk, of niet? Oh joh, nee, ik scoor dit niet, omdat anders dan disconnect die game, man. Dat is een glitch, als ik een voorzet geef. Shit, man, dat had ik niet moeten doen, ik had hem laag moeten geven. Heel stom. Dan disconnect die game, man, dat is heel slecht. Het is een glitch dat er nu in zit, ik had het ook gezien op Xbox allemaal. Als mensen scoren uit een voorzet, dan worden ze gedisconnect. En dat is niet de bedoeling. Maar we gaan nu wel even 3-0 maken, man. De laver is... Jongen. Oké. Okay. Schiet hem automatisch weg. Hans, good game. Maar dit was wel lijp, hè? Ik kon gewoon makkelijk... Nou ja, makkelijk wil ik niet zeggen. Hij moet er me nog wel inschieten. Maar ik kon 3-0 maken. Maar als jullie het niet gezien hebben... op FC Roelie of zo op Twitter. Als je een voorzet geeft nu op FIFA... en je scoort... dan disconnect die game. Dus vandaar dat ik die niet wilde scoren. Maar ja, Bazoer 2 goals. GG's, Atalanta. En... check jullie later. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik heb nu niet iets anders te streamen. Dus dat was het, man. Goed gespeeld, Hans. Rustig aan. Ik hoop dat je veilig blijft daar in Bergamo. Het is natuurlijk een hele erge situatie daar. En succes, man. Maar dit was, ja, dit was heel lastig te spelen, man. Met die wifi. Ik had wel meer goals kunnen maken eigenlijk, maar... Ik durfde gewoon niet te spelen en die schoten waren ook... Nou. Oké, rustig aan, boys.